Soms kun je op het internet geen leuke filmpjes vinden. En het enige wat je dan kunt doen is je eigen filmpjes maken. Dus bij deze. En dit filmpje gaat over de eerste wet van Newton. En dat is de wet van traagheid. En die wet gaat letterlijk: een voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt, is in rust of beweegt zich rechtlijnig met een constante snelheid voort. Om te zien wat dat betekent en inhoudt, kun je het makkelijkst een object in de ruimte nemen. En aangezien ik hier niet een object heb wat ik even de ruimte kan brengen, maar in deze game natuurlijk wel, dacht ik, pak mijn ruimtefighter er even bij en laat jullie zien hoe deze eerste wet van Newton werkt. Hoi, paddel om, helm op, laten we gaan. Als mijn schip in de ruimte hangt en ik geef geen gas, dan blijft mijn schip stilstaan, want de netto kracht op het ruimteschip is op dit moment nul. Pas als ik de netto kracht verander, en dat doe je in de ruimte door stof af te stoten, meestal een waterstofgas dat je verbrandt en dan vervolgens van je schip afstoot, waardoor je een kracht vooruit krijgt. In principe zou je in de ruimte ook een steen van jezelf af kunnen gooien, waardoor je een kleine impuls krijgt en vooruit beweegt. Wat er gebeurt als ik versnel in de ruimte, dat doe ik, geef even gas. Dus ik heb een korte stoot gas gegeven. En mijn schip blijft vooruit bewegen. Het wordt niet afgeremd, want er is geen atmosfeer of geen weerstand. En wat je hier dus ziet, is dat als er geen resulterende kracht werkt op een scheepje, dan blijft hij in rust en blijft hij zich rechtlijnig met een constante snelheid voortbewegen. Kan ook rustig. Oh. Oh crap.